Etappe 14 van Cépas Trois Châteaux naar Mende over 188 kilometer. Met een steile slotklim aan het einde. Spannende, leuke etappe, toch? Dat denk ik ook. Spannende, leuke etappe, hele zware rit. Er is geen meter vlak. Nee. Renners gaan het onwijs lastig krijgen. Er zijn twee theorieën denkbaar. De eerste theorie is dat hier een vluchtgroep gaat strijden om de overwinning. Ja. Dus niet de klassementsmannen. Kijk, jongen, niet normaal stijl. God. En de andere theorie is dat de klassementsmannen hier ook gaan strijden. Absoluut. Ik zeg dat laatste. Ik ga voor de klassementsmannen. Ja, ik vind het wel mooi als er een kopgroep daalt. Ze gaan niet veel voorsprong houden, want ze gaan moeten knokken om hun plek te behouden. Maar ik denk dat er een kopgroep zou kunnen herredden. Maar dan moet je wel weer dat soort mannen hebben die van dit soort klimmen houden. Dus Luik Bastenaken-Luik, Waalse Pijl, dat soort mannen die kunnen hier goed rijden. Ik denk dat er echt gekoerst wordt. Nou echt, dat heb je nog nooit gezien. Spreek nu al mijn vingers en ik heb er al zin in. Nu want al. De dag ervoor is natuurlijk een vlakke etappe. Ja, heeft iedereen zich gespaard. Ja. Dus we gaan kijken wie de echt verstand heeft van wielrennen. Want ze eindigen ook echt op het vliegveld, hè? Ja, we zijn nu bijna boven. Vet. Het vlakt af. Ja. Ik denk als je hier alleen zit, dan kan je nog bijgehaald worden door iemand die vlak achter je zit. Echt een vette aankomst, toch? Ja, heel vet. Echt ja. Kikken. Wijd open. Genoeg ruimte voor alles publiek, de hele karavaan. Super. Ja. Ik ben benieuwd wie de opvolger wordt van Cummings en Porrito. Ja, ik ook. Maar sowieso iemand met explosieve klimmersbenen. Ja. Heb je wel eens een explosieve klimmersbeen gevoeld? Nee. Moet hier eens in kijken. Het was wel een mooie finale. Het werd een mooie etappe. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, 10% bergop in die finale. Kom maar door, voorspellingen. Michael Bogert. En dan ben ik even vergeten wie ik heb gezegd. Nee, volgens mij heb ik Barguil gezegd. Barguil, denk ik. Ik denk dat er een vroege vlucht gaat. Dat je Ja, je probeert je nu uit te praten, maar Barguil heb je niet voorspeld. Oh nee, ik ben teruggegaan naar... Valverde volgens mij. Valverde, ja. Valverde? Ja, ik had eerst Barguil en toen had ik Valverde. Valverde is 2 dagen gelost in de Nee, bergen. Maar Valverde, dat is een eervol mannetje en die wil heel graag nog een rit winnen. En dan denk ik dat als hij een rit moet winnen, dat het deze gaat zijn. Oké. Nou. Dan gaat hij proberen in ieder geval. Jeroen, Greg van Avermaat. Ja, Greg van Avermaat. Veel indruk gemaakt in deze Tour. Ik denk wel een finale op zijn lijf geschreven is. Alleen ja, jammer voor Greg, want ik ben heel slecht in voorspellen. Dus, dan weten we zeker dat hij niet wint. Ja. Erik, wie had jij zo snel? Ik ben er ook heel goed in. Romain Bardet, die heeft daar al een keer eerder een klein gevechtje uitgevochten. En toen zat hij niet op te letten. Toen kwam Cummings met 62 km per uur er langs, geloof ik. Een paar jaar geleden. Maar het is wel dat explosieve eindschot recht omhoog, dat kan die wel. Ja. En hij moet wat doen voor Frankrijk, voor volk en vaderland. Ja, daar word ik in tijd aan.